Oké. Ik heb twee vragen voor je. De eerste vraag, wat vind je van mijn bloemetjesbroek? En de tweede vraag, heb jij wel eens een K3-clip gezien? Ik werd namelijk laatst in mijn livestream gevraagd door Nooxie om wat te doen. Nou, je ziet het nu. We leven met wel boodschapper op en geven hem mee met de luchtballonnen. En dat bracht me op het idee om eens een keertje te kijken naar een van de clips die K3 heeft gemaakt. Er is natuurlijk nu ook K2, zoek K3 en weet ik veel allemaal. Maar ik ben dus gaan kijken naar die clips. En ik ben verrast. Dit is gewoon sick. Ik wist niet dat K3 zo ver ging met hun clips. Dus vandaag gaan we even kijken naar wat die clips nou zijn. Ik heb vroeger ook een cd gehad en allemaal dat soort dingen. Maar ja, het is gewoon iets waar we even naar moeten kijken. Yo gasten van Always Normal, mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, dit is dus wat we gaan doen vandaag. Ik ben gewoon oprecht gewoon amazed over wat voor clips ze allemaal hebben gemaakt. Ik ga vandaag dus jullie gewoon even meenemen naar de clip. We gaan het even bekijken. Waarschijnlijk wordt die gedemonetized, maar dat maakt niet uit. Want ik wil gewoon echt een keertje met jullie laten zien over hoe lit die clips eigenlijk zijn. Ja, dit is een volwassen dude van 23 die K3 clips gaat kijken voor een YouTube video. Ja, I know, dat is een beetje weird. Maar dat maakt toch niet uit? Het is gewoon heel erg mooie muziek. Laten we gewoon beginnen bij de drie biggetjes. Ik heb een paar clips uitgezocht waar ik even wat over wil zeggen. De drie biggetjes natuurlijk ook, want dit is gewoon best wel een lit-ass clip. We gaan hem gewoon even beluisteren. Even bekijken. Kijk, ik kan hem ook gewoon uitdoen, maar check. Ze tekenen drie biggetjes en ik moet wel even zeggen, deze K3 was wel de beste K3. Ze hebben inmiddels nieuwe K3 en niet lullig bedoeld hoor naar jullie. Nee, maar deze waren gewoon wel, ja, dit is de OG K3. Daar valt gewoon niks over te zeggen. Ze waren best wel lekker. Oké. Kijk, met deze clip is het eigenlijk gewoon heel simpel. Ze staan in de studio en je hebt gewoon een greenscreen. Ze hebben gewoon wat dingen staan. Dit is nog een van de simpelere clips van K3. Dit was ook al lang geleden. En het is op zich ook gewoon best wel prima. Maar mensen zaten helemaal in kostuum. Ze hadden helemaal greenscreen. Ze hadden best wel een groot budget volgens mij om deze clips te maken. Deze clip vond ik op zich al lit. Omdat, nou ja, moet je kijken wat een greenscreen werkt. En weet ik veel allemaal. Hier staan allemaal toffe studio's en weet ik veel allemaal. Op zich is het oprecht wel heel cool hoe erg ver ze eigenlijk gaan met de clips van K3. Als je nu kijkt naar een gemiddelde hip-hop clip of een gemiddelde whatever clip, dan zie je gewoon mensen die staan een beetje te dansen voor een auto, weet ik wel, dit en dat. En als je dan kijkt naar K3, wat voor epische clips daaruit komen, hoe dan? Maar echt, hoe dan? Hoezo is dit zo insane? Oké, we gaan door naar de volgende clip. Ik heb ook Mama C. En als je kijkt naar... Oh, dit is wel van een jam, though. Hier was ook al K2, zoek K3. Ik doe het trouwens helemaal niet op chronologische volgorde of zo, hoor. Dit is toch een jam, jongens. Oké. Nou, als we hier kijken naar deze clip. Ook deze clip is weer in een sicke studio genomen. Helemaal sicke effecten. Helemaal 3D. Het lijkt net op een 69 clip als ik zo al die regenbogen zie. 69 heeft dus gewoon waarschijnlijk de inspiratie van K3 gehad. Om zichzelf dus helemaal zo te maken. Ik begrijp het wel. K3 heeft mij vroeger ook heel veel... Wacht even. Volgens mij heb ik nog een cd van K3. A few inches later. Alright, de K3 cd is waarschijnlijk wel weggegeven aan de buurmeisjes of zo. Maar wat ik wel heb is Dikkertje Dap. Nee! Mijn lamp! Ik heb je nu nodig, gast! Waarom stop je nou? Nee. Ah, fuck. Jullie zien mij straks terug als mijn lamp het weer doet. Alright, en daar ben ik weer. Met een lampje die weer aanstaat. Waag het om uit te gaan. Nee, ik ben er weer. Ik weet niet meer echt goed waar ik was. Volgens mij was ik aan het praten over het feit dat ze een 69-achtige clip hebben. Maar ja, we waren bij Mama C. Is het altijd dood geweest? Ja, la, la, la. Ai, 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 yo. Nee, maar ik bedoel, dit is toch gewoon een vibe? Kijk, de clip is lit. Ze hebben een hele compleet witte kamer. Ze hebben een compleet regenboogkamer. Maar waarom? Wat heeft dit met Mama C, Mama Sa te maken? I don't get it. Maar volgens mij is dit K3, zoek K2 het liedje waarbij Josje, heet ze Josje? Ik weet het niet. Maar waarbij zij weer
erbij is gekomen. Ja, want hiervoor was het natuurlijk iemand anders. Heel eerlijk gezegd weet ik ook niet echt precies. Oh, hier heb je je auditie ook gewoon. Ja. Ah, oh, wat leuk. Dit is haar soort van... Haar eerste liedje samen met K3. Dat is grappig. Maar geef toe, zo'n hele sikke studio en alles. Ja, ik vind het wel vet. Ik moet zeggen, 5 miljoen views ook. Ja, wat ik net ook al zei. Je ziet echt gewoon dat er best wel veel tijd en werk zit in die clips. Dan gaan we even naar de volgende clip. En dat is Oya Lele. En hier gaan we al wel een stukje verder op, zeg maar, echt sikke clips. Ook hier is weer gewoon een hele studio en alles. Dit is ook al wel wat ouder. Dit is nog steeds de oude K3. Maar hier is echt een hele studio voor gebouwd. Het lijkt net Sesamstraat. En natuurlijk snap ik ook wel dat het dat is waar ze op doelen. Maar, dude, kijk hoe nice. Ik weet niet, deze shit geeft me altijd goede vibes. Ik heb dit liedje trouwens vroeger ook echt heel veel geluisterd als kindje. Maar kijk dit. Gewoon, hoe groot? Dit is net Sweet Life on Deck, Second Cody. Dit is serieus net Second Cody. Als je gewoon kijkt naar hoe dat er allemaal uitziet, dat is toch gewoon sick. Dit is toch gewoon sick. Maar, ja... Ik weet niet, ik vind het wel cool. En daar is de glurende buurman die meedoet. Ik weet ook niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Maar in ieder geval, het ziet er allemaal super leuk uit. Ze hebben een feestje. Ze hebben heel veel mensen die meedansen. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon grappig. Ik kijk helemaal alles kapot. En de buren, en die worden gewoon meegesleept. Ik weet niet, er zit gewoon heel verhaallijn in. En het gaat gewoon zo next level als je het vergelijkt met andere clips. Gewoon serieus. Maar ik bedoel, ik heb bijna een eigen liedje die uitkomt. Ik denk niet dat die clip zo episch wordt als dit. Maar het is wel, I don't know, het is wel sick. Zou jij eigenlijk wel een lid willen zijn voor K3? Laat even weten. Ik ben wel benieuwd. Alright, de dans van de farao. Deze is vrij recent, 2020. Ik ben benieuwd. Zit dan. Wie zijn dit? Is dat K3 van nu? Wat? Is dit K3 van nu? Wat? Dit is K3 van nu. Wel nog steeds met de blonde brunette en rode. Yo, besef dat gewoon de kinderen van nu krijgen worden opgevoed met deze K3 en niet de OG K3. Helemaal gekke dances, jongens. TikTok dansachtig. Dit is gewoon helemaal TikTok. Dansen alsof... Oh, maar dit is wel een jam ook. Uh-oh. Oh. Kijk. Zien jullie dit oog? Is K3 van Illuminati? Wacht even, deze clip wordt echt dit wordt helemaal anders. Is dit K3 of is het driehoek K? Wat zou het? What the fuck? Oké. Okay. Schijnbaar zijn ze dus van de Illuminati, jongens. Dat weten we net. Maar kijk wat een sikke productie dit ook weer is. I mean, what the hell, dude? Oh, en dan komt er ook nog... Wat? Oh, pannenkoeken. Oeh, lekker pannenkoeken. Is dit een K3-film? Oké. Okay. Dansen als een farao. K3 bij de Illuminati. Confirmed. Oké, okay, en dan zijn we nu aangekomen tot de laatste clip. Vroeger hadden we in de klas gewoon altijd K3 en de jongens boe, boe. En dan de meisjes, ja, ja, K3. En dat was echt de OG-tijd, man. Basisschoolbarend gewoon daar. En het is gewoon geniaal om te zien wat een sikke clips ze gewoon allemaal hebben vergeleken wat je dacht dat het zou zijn. Oké, okay, Martina's luchtballonnen. Deze intro is zoveel epischer dan dat je denkt dat het zou moeten zijn eigenlijk. Het is gewoon, I mean, ja. Dat is wel weird. Kijk ook gewoon allemaal ballonnen. Wat wel logisch is voor 10.000 luchtballonnen. Maar kijk dit. Kijk dit. Maar ook dit is gewoon echt 69, man. I'm sorry. Ik weet niet. Oké, wacht even. Sorry. 69. Sorry, nee. Ik kan. Het is. Ik kan. Maar als je. Ik bedoel. Maar als je. Kijk dit. Dit is Kakashi. Dit is Kakashi 69. Dit is K3. We hebben ze gewoon echt exposed. Maar ook deze clip. Ja, heel veel ballonnen natuurlijk. En superleuk. En gewoon weer CGI effects. Overal. Zo, hier weer in de woestijn, hè. Ik zweer het. Ja, ik weet het zeker. Is deze clip een soort van
proberen te fixen van iemand van K3. Hey, zou ik het erg vinden? Niet echt. Maar, oké, waar begin ik ook aan? Wat is dit verhaal? Nee, maar geef toe jongens, die clips zijn gewoon lit. Je kan heel veel zeggen, maar die clips zijn gewoon lit. Ik bedoel, ja, I mean, zal ik het naar kijken? Het is niet helemaal mijn ding. Maar het is wel vetter dan je had verwacht. Ik hoop dat ik dat in ieder geval heb kunnen overbrengen. En dat ik je dat heb kunnen laten weten. Dank jullie wel voor het kijken van deze video. Het is een keertje wat ander soort video dan dat jullie van mij gewend zijn. Ik hoop dat je dit ook leuk vindt. Want het lijkt mij leuk om dit soort video's wat vaker te doen. Thanks voor het kijken in ieder geval. En zoals ik altijd zeg. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!